So she took her love for kijkt ook naar de oppervlakte. Bestand tegen veel meer vermogen, dat is één. Het raakpunt, omdat het een ronde draad is, is het raakpunt naar de folie toe, is heel klein beetje. Dus op het moment dat de draad warm wordt, laat de lijmlaag los. En dat is een van de problemen die we met oudere magnetrons, ouder dan 20 jaar, meemaken. De folie gaat niet stuk. Kan ook niet stuk gaan. Wij repareren met de regelmaat van de klokken, repareren wij nog magnetpans die 23, 24, soms wel 30 jaar oud zijn. Jezus. En de levensduur is gewoon extreem. Nou, de magneten, je ziet het eigenlijk al, het zijn allemaal losse strookjes magneten, er zitten allemaal gaatjes in. Corresponderend aan die gaatjes hoort de draad te zitten. De folie wordt bewogen. Aan de achterkant komt een tegenfase in het geluid eruit. Ja. Maar als je de speakers goed plaatst, dan heb je niet het gevoel dat je iets mist. Ik wil hebben dat de speaker communiceert met de ruimte. Want de ruimte bepaalt voor een groot gedeelte je geluid. Als je luistert naar mijn stem en ik ga in de hoek staan. Als je dus een speaker plaatst in de hoek. Dan klinkt de speaker zo, zoals mijn stem klinkt. Naarmate ik naar voren toe ga, klinkt mijn stem anders. Ga ik hier staan, klinkt mijn stem weer anders. Ga ik hier staan, klinkt mijn stem weer anders. Dan ga ik een geintje halen. Dan hoor je dus de ruimte die meedoet met mijn stem. Nu ga ik mijn stem los in de ruimte. Moet je horen wat er gebeurt met mijn stem. Dat betekent dat het audiosysteem waar iedereen naar zit te luisteren, in combinatie met de elektronica, wordt bepaald door de plek van de speakers. En helaas, de meeste mensen hebben een leefomgeving waar speakers staan. En moeders, de vrouw moet dat prettig vinden. Je kinderen moeten niet aan kunnen komen. Het moet niet om te stoten zijn. Dus de afstand tussen de achterwand en de speaker is iets wat, ja, wat meestal niet zo groot als dit hier. Nee. Dus je zit vaak vast aan compromissen. Dat betekent dat je de speakers op een plek moet plaatsen waarvan jij zegt van, daar mogen ze staan en nergens anders. Dan kun je niet het optimale uit het systeem halen. Dus wat ik probeer is een speakersysteem te plaatsen op basis van energie. Laat ik je nu horen. En daar heb ik dan een mooie praktische kanttekening bij ook. Kijk, het voordeel van zo'n magnetband in het dagelijks gebruik is dat die verhoudingsgewijs extreem licht is. Eén zo'n luidspreker weegt net op en rond de 20 kilo. Dus dat kan bij wijze van spreken bijna met één hand worden opgetild en weggezet. Voor de mensen die dus in zo'n situatie zitten, dat ze zeggen van nou, de leefomgeving die beperkt enorm de mogelijkheid om ze qua klank goed te plaatsen. Of dat ze te veel in de weg staan of wat dan ook. Nou, dan kom ik al regelmatig mensen tegen die dan zeggen van oké, daar komen ze weer. De beroemde merktekens die op de grond van ja, die plek klinkt het best. Op het moment dat er niet geluisterd wordt, wegzetten. Schuif je in de hoek. Ja. En op het moment dat er geluisterd wordt, op dingen naar voren, klaar. En dat is een hele sterke punt. Probeer dat maar eens met de Magico, even heel makkelijk. Hè? Ja. We moeten erkende verhuizen aan vastleggen. Die heb ik al versteld. Dat moet je wissen. Ja, ja, nou. Ze kunnen de trap gaat niet door. Nummertje 5. Okay. We draaien een bekend nummer. Er wordt over het algemeen heel veel gedraaid. Oh, daar ben ik benieuwd naar. Ja, dat heb ik ook gehoord. Die heb ik gisteren ook gehoord. Niels ook. Thank you.
this is a right-away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside. Shorter. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say keep, don't go. Gevoelig dat is, hè? Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor deze quite the same. You got a knack for saying. Dat is ook de reden waarom wij ze misschien stamp with your own brand. Als wij tunen wij op basis van één speaker. We en waarom? Omdat je maar één speaker captain, you must in je hersenen hoeft op te nemen. Op het moment dat wij een speaker tunen, dan tunen we met één speaker, gaan we in de ruimte gaan kijken waar de meeste energie plaatsvindt. Dan vervolgens doen we dat met de andere speaker, zoeken we ook de meeste energie. Dan vervolgens, zo noem ik dat, zorgen wij dat de communicering tussen de speaker en de ruimte plaatsvindt. En dat doe je eigenlijk door heel veel energie in de ruimte te stoppen. Dan draaien we straks een stukje van Yellow en dan kun je dat heel goed horen, om een voorbeeld te noemen. Dan laten we die twee speakers communiceren met de ruimte. Dan vervolgens is het beeld belangrijk. Want pinpoint focusering is prachtig. Maar pinpoint focusering hebben we eigenlijk met z'n allen nodig. Op het moment dat je op één plek zit. En wat er vroeger gebeurde is de speakers zoveel toon ingeven. Dat op het moment dat je hoofd beweegt het beeld kwijt bent. Dat de pinpoint focusering kwijt bent. In het echt is er geen pinpoint focusering. In het echt heb je een wolk van geluid. Maar doordat je met je ogen registreert waar de instrumenten staan en waar de muzici staan te spelen, wil je dat ook een beetje terug ervaren in een stereo setup. Dat is ook de reden waarom de meeste mensen hun ogen sluiten en proberen te ervaren waar staat in godsnaam nou het drumstel, waar staat in godsnaam nou de piano. En als je dan kijkt naar de opnames van bijvoorbeeld Patricia Barber of Diana Krall, dan staat de piano altijd op een specifieke plek. Omdat die piano een hele andere energie heeft dan bijvoorbeeld de contrabas. Als bijvoorbeeld de drumstel. De drumstel staat meestal achterin. Omdat een drumstel dit doet en de piano dit doet. Als het andersom zou gebeuren, zou die piano namelijk in grootsheid en rijkdom niet meer horen. Want de piano is ook een slaginstrument, net als een drumstel. Dus ook de opname is bepalend. En dat is ook de reden waarom je vaak tijdens echte opnames, live opnames, vaak de bezetting heel makkelijk kunt traceren. En in studio opnames niet. Want er wordt de piano gespeeld en in een andere ruimte wordt de drumstel gespeeld. En in een andere ruimte wordt gitaar gespeeld. En die twee worden met elkaar gemixt tot één geheel. Maar de galm is anders. Want als je twee instrumenten in een ruimte hebt, klinkt diezelfde instrument anders, omdat de resonantie van de ene instrument de andere instrument beïnvloedt. En een opnametechnicus wil met een koptelefoon kunnen horen van wat gebeurt er? Ik wil horen wat die muzikus doet. Ik ben een keer geweest bij een opname van Ted Deal, de oude opnameproducer van Turtle Records. En die man die liet een pianist 10 keer hetzelfde stukje laten spelen. Elk stukje werd 10 keer opnieuw gespeeld. En 10 keer elke keer. Neem wat te drinken, neem wat koffie. En in het begin toen hij speelde was het hard. Zat geen gevoel in. Het tweede stukje zat al meer gevoel in. Het vierde stukje of het vijfde stukje, daar zat het gevoel in. En dat stukje dat nam Ted Deal in zijn opname. En voegde daar een andere muzikus die in de 7e keer beter speelde, voegde die daaraan toe. Hij kon dus horen met zijn hoofdtelefoon, en dat kan je alleen maar horen als je standalone een opname neemt van een pianist of van een gitarist of een drumstel. Kun je horen of die met gevoel speelt of niet met gevoel. Nou, door die twee dingen samen te voegen, krijg je één geheel. Nou, dat is eigenlijk de kracht van Turtle Records altijd geweest. Bert van der Wolf doet precies hetzelfde.
Als je dan bij Bert van der Wolf luistert, dan kan die dingen isoleren. En door het isoleren van dingen kun je dingen samenvoegen en de beste opnames van, of de beste stukken uit die opname bij elkaar voegen, waardoor je één groot systeem krijgt.